Meneer Zwart, de open dag van Ajax. Wat is de stemming? Ja, dat is altijd goed. Een open dag is een open dag. De mensen houden van Ajax. Dus er zitten straks gewoon 30.000, 40.000 mensen. De voorbereiding is afgelopen zondag afgesloten. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Voorbereiding? Ja, goed. Maar het is dit jaar seizoen een beetje rommelig doordat dat voetbal op het laatste. Neem maar even op, hoor. Nee, ik neem niet op. Ik word gek van die gasten. Ja. Na de voorbereiding de afgelopen 3 wedstrijden verloren, wat zegt dat? Ja, dat zegt juist niks. Een voorbereiding, dan heb je clubs gehad die bijvoorbeeld 6 wedstrijden winnen. De eerste wedstrijd die ze voor de competitie verliezen ze. En wat zeg je dan? Dus geen reden tot paniek? Nee, paniek mag nooit bij Ajax, vind ik. Tuurlijk hebben we allerlei verhuizingen, onze voorzitter weg, hè, algemeen directeur, Mark Overmars weg. Zo zijn er nog diverse Ajax-ieden dat ik denk, ja, waarom zijn ze weg? Maar ja, dat is nou eenmaal zo op dit moment. Dus we moeten met z'n allen knokken om weer een team te worden. Ajax, zoals het altijd geweest is. Dus met z'n allen achter Ajax staan, dat is eigenlijk de boodschap. Dat blijft ook zo, de supporters, dat zie je, komen toch naar Ajax. Toch, als je kijkt, er is veel verkocht en er is nog weinig ingekocht. En zaterdag de eerste wedstrijd, dat zegt dat. Daar ben ik helemaal met je eens. Dus daar mopperen we ook over. En het moet nu gebeuren. Deze week moeten absoluut 3-4 bijkomen. Echt spelers die Ajax moet hebben, ook voor het publiek. Want daar doe je het voor. Mensen betalen veel geld en die willen we het zien dit jaar. Nou, dat moet nog gebeuren. Ik weet niet hoe goed u Michelin Tat kent, maar heeft u vertrouwen dat dat gaat lukken? Ja, maar dat kun je niet zeggen over iemand die er pas is. Dus ik hoop dat hij het goed doet. Want anders zou het erg zijn natuurlijk. Dan zit je je tweede jaar te vervelen. Bent u een opportunist? Opportunist, ja. Ik ben altijd optimistisch ook geweest. Ik ben een winnaar. En ik wil alleen maar de hoogste halen wat er is. En dat is Ajax. En dat moet nu weer gebeuren. En we komen wat jonge jongens aan, dus dat is prima. Maar er moeten nog een paar bijgehaald worden waar ik van zeg, ja, dat is voor het team. Want daar leren die jonge jongens van. En dat moet echt gebeuren. Hier is nu ook wel een beetje een tendens, waar is Maurice Steijn eigenlijk aan begonnen? Nou, nee, ik denk dat Maurice Steijn vanzelf een goede trainer is. Hij heeft het goed gedaan bij alle clubs. En verleden jaar helemaal bij Sparta. En hij voelt het meteen aan bij Ajax, dat merk ik al. Dus wat dat betreft ben ik het niet bang. En ja, de spelers moeten het doen, hè. Als hij het goed neerzet, dan moet je wel, als je kansen krijgt, zoals afgelopen weekend tegen Dortmund. Ja, dat kan ook een wedstrijd zijn dat het 8-6 wordt. Want Ajax moet zeker 5 doelpunten maken. En dat was vorige keer ook. Ja, dat is iets belangrijks op het ogenblik, dat de voorhoede, ja, die moeten scoren. Killen noemen ze dat. En dat zie ik niet op het ogenblik. Maar dat kan Maurice Steijn er nog wel in krijgen? Ja, dat krijgt hij er 100% in. Hij traint keihard met ze, dat moet ook. We kunnen niet slapen meer, dus er moet echt keihard getraind worden. En dan komt er heus wel weer een goed Ajax te staan. De ontevredenheid over de selectie heeft er ook voor gezorgd dat Dusan Tadić is vertrokken. Begrijpt u het? Ja, ik weet niet of dat helemaal waar is. Want ik heb met Dusan een hele goede relatie altijd. Ik denk dat hij ook zomaar nog na 1-2 jaar weer terugkomt als trainer. En hij heeft het bij Ajax natuurlijk fantastisch gedaan. Tuurlijk is het jammer dat hij weggaat. Alleen ja, je krijgt op een gegeven moment dat je toch dagje ouder wordt en dan komen de jonge jongens eraan. Alleen vind ik in Ajax, dan moet je toch een paar jongens hebben die ouder zijn en die de boel neerzetten in het veld. Want de achterhoede van ons, dat vind ik nog steeds niet best. Dus dat moet er wat aan gewerkt worden. Dan heeft hij die Medic gehaald, maar die komt uit de tweede Bundesliga. Ja, maar ik wil niet gaan zeggen wat die jongen, ik ken hem niet. Natuurlijk is het zo, ik kom van FC Pauli. En natuurlijk zijn er jongens waarvan ik denk voor het publiek dat je die moet halen. Nou, ze gaan nou een paar spelers verkopen weer. Dus er moeten er een paar goeie komen. Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax. Hoe kwam dat binnen bij u? Dat is vanochtend gebeurd, geloof ik. Nou ja, het maakt niet zoveel uit. Ik vind Davy ook een goede aanvoerder. Een aanvoerder is prima als hij zeg maar laat gelden in het team. Dat is heel belangrijk. Het gaat toch ook om hoe iemand naar de buitenwereld is. En wat dat betreft is Steven Bergwijn niet de meest communicatieve speler bij Ajax. Ja, maar daar ga ik niet allemaal over praten. Hij is een goede gozer. En als hij wil,
Dan kan hij Ajax helpen om weer kampioen te worden. Dat is veel belangrijker. En dat is met Davy ook. Davy moet gewoon in dit elftal. Die heeft kwaliteiten. Scoort vaak de eerste goal. Alleen ja, eromheen moet je ook mensen hebben die elkaar helpen. En dat is het op het ogenblik. Ajax is niet een team. Maar dat komt wel. Daar ben ik niet bang voor. Voor zaterdag nog? Ja, maar zaterdag is natuurlijk een wedstrijd. Kijk, als je Ajax hebt zien spelen, vond ik Dortmund is een goede ploeg. Maar Ajax moet gewoon 5-6 doelpunten maken. Nou, laten ze zondag maar laten zien dan, tegen Heracles of zaterdag. En dan Excelsior, Fortuna, dat zijn natuurlijk ook niet de grootste partijen. Mooie inspelploegen. Inspelploegen? Dat noemen we zo. Ook nog een beetje voorbereiding eigenlijk. Ja, natuurlijk moet je je goed op voorbereiden. Ajax moet voor elke wedstrijd. Iedere club wil van Ajax winnen. En die speelt 120%. Dus je moet er altijd 100 tegenover stellen. En niet met 80. En daar moeten we aan werken met die jonge jongens, want die weten dat niet. U wordt wel veel gebeld. Ja. Het seizoen gaat weer beginnen. Ja, maar iedereen wil naast me zitten, geloof ik hier.